Goeiedag. Vandaag ga ik een presentatie leveren over architectuur voor bijvee. Deze presentatie gaat over twee gebouwen die ik gekozen heb voor meer toelichting, meer detail, meer informatie. En ja, ik ga nu beginnen. Mijn eerste gebouw die ik gekozen heb is die Cyan Toren in Dubai. En deze gebouw heeft een hoogte van 306 meter. Deze gebouw heeft 78 verdiepingen. Vijf van deze is ondergronds en de rest bovengronds. Deze gebouw is ontworpen door Skidmore, Owings & Merrill. Die is een architectonische bedrijf die vele gebouwen ontwerpt. Ingesluiten die Burj Khalifa, die ook in Dubai is. En ook die Trump Tower in Chicago. Deze is alleen twee, niet de enigste, maar twee voorbeelden van gebouwen die deze bedrijf ontworpt. Die bouwcontracteur is Arabtek, die ook een bekende Midden-Oosten contracteur die vele gebouwen bouwt. En dit gebouw is dit begon in 2006 en is voltooid in 2013. Deze toren heeft een functie als een woontoring voor luxe appartementen. En er zijn 495 appartementen met een gemiddelde koopprijs van 500.000 euro elk. En als we rekenen is dit ruim 245 miljoen euro. Zo niet goedkoop, maar de plaats is heel mooi. Het is in de middel van Dubai. Als je op die dia kunt zien. Yes, dit is langs die water, bij de water. Yes, in de middel van Dubai. In een hele hub van bedrijfsgebouwen die heel centraal is. So. Dat is heel leuk. Die locatie is top. Dit gebouw heeft een vorm met een unieke 90 graden draai. En toen het in 2013 werd geopend, was het werelds hoogste gebouw met een draai van 90 graden. Sindsdien werd er hogere gebouwen die met een 90 graden draai gemaakt is. Maar deze gebouw was de eerste. Dit was die innovatie van deze hele streek gebouwen die gebruik maakt van een 90 graden draai. So, dit vind ik heel leuk van deze gebouw. Dat het eerst was wat deze stijl nemen. En dit is heel bijzonder. We moeten kijken naar deze gebouw als de eerste van zijn type. En dat is heel uniek. Waarom heb ik deze gebouw gekozen? En die reden is, dit was het eerst met een 90 graden draai. En niet alleen dat. Dit is niet een, als het een bedrijfsgebouw of je weet, een andere functie heeft, zou ik niet zo gewild wees. Maar omdat het een woontouring is, vind ik het leuk dat het zo met een unieke stijl gemaakt is. En dit is niet iets wat wij die is daar ziet. We zien heel veel gebouwen die niet met een unieke stijl, omdat het dus alleen appartementen. I mean, het is heel uniek, heel mooi. Het eerste van zijn type. Wat kunnen we nog zeggen? Dit is net leuk. Mijn volgende gebouw is de Big Ben Toren in Londen in Engeland. En deze gebouw is een beetje ouder dan de Cyan Toren, maar dit heeft een hoogte van 96 meter. Dit is ontworpen door Augustus Pugin, een wereldbekende ontworper. Hij heeft ook die St. Mary's Cathedral in Sydney, Australië ontwerp. Hij is een heel bekende ontworper.
En ja, zijn werk is top. En deze gebouw, deze toren, is voltooid in 1859 onder de leiderschap van koningin Victoria. En deze gebouw is, net zoals vele gebouwen in zijn tijd, met die neogotisch architectuurstijl gebouwd. Deze toren heeft een functie om de macht van de Engelsen te tonen, terug in 1859 toch. En ja, dit was in beeld van macht en wijsheid. En dit kon wijs wat de Engelsen kon doen in deze tijdperk. En in deze tijdperk was ze heel sterk en machtig. En dus om een toren in jouw hoofdstad Londen te bouwen die eigenlijk wijst dat, hey, we zijn hier om macht te tonen over de hele wereld. So, ja, dat was het. En deze gebouw heeft een vorm met een typisch neogotische stijl, met een heel complexe klokkenstelsel aan het binnenkant van de toren. En dit is gebouwd met kalksteen bakstenen die een gouden kleur aan de buitenkant geeft. En dit gebouw heeft ook gietijzer steenbalken voor sterkte en stevigheid en voor de duurzaamheid van deze gebouw. Nu, waarom deze gebouw? Dit is een definitie van Londen. I mean, wat is Londen zonder deze Big Ben toren? Ik ken veel mensen die eigenlijk zeggen, nee, we gaan nu naar Londen om de Big Ben te gaan kijken. En zonder de Big Ben zou er zeker, ik weet zeker, dat het niet zoveel mensen naar Londen toe gaan. Als het niet voor deze toren was. So, ja, dat maakt het heel bijzonder, heel cool. Dit is een icoon. Dit is, het valt mooi op. Dit is niet lelijk. Dit is heel centraal langs de rivier Thames. So, vele mensen die op die rivier op boot zijn, kunnen dit zien. En ja, dit is nog steeds functioneel na twee wereldoorlogen. En ja, daar werd schade aan gemaakt en wat gerepareerd over vele eeuwen. En ja, maar het functioneel nog steeds. Het is goed gebouwd en is een prachtig ontwerp met vele hoge spitstoringen en met deze klokkenstaf aan de binnenkant die zo complex is en die zo echt heel bijzonder is. En ja, dat maakt het heel bijzonder. Deze gebouw heeft in 2017 onder renovatie gegaan. En waarom? Ze hebben veel schade aan gezien die eigenlijk niet voor was nog gekeken door de twee wereldoorlogen en de bombardering van Londen in de Tweede Wereldoorlog voornamelijk. En na verwachting zal het in 2021 weer voltooid worden. En dit zal ongeveer 80 miljoen pond kosten. Die, ja, zou veel geld, maar ja, moest gedaan. Deze renovatie is gedaan om de schade veroorzaakt door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog te herstellen. En ja, dat is het. Dank u. Dank u voor uw tijd. En ja, dat was het. Dank u wel.